Daarom moeten we hem levend hebben. Daarom wil ik niet. Ik wil mijn oproep nog eens herhalen. Zorg dat Markske niks overkomt. Hiermee doe jij dus officieel afstand van de opmerking. Dat heb ik onmiddellijk gedaan. Dat jij hem ik gruwel bij het idee dat die man zou omkomen voordat we hem bij zijn calais hebben. Deze video staat niet op YouTube. En dat is misschien maar beter ook. Want het moet stoppen met de censuur. Steun ons door deze video te delen met zoveel mogelijk mensen. Mark van Ranst, Belgisch griepcommissaris en de exponent van onze Jaap van Dissel, gaat een klacht indienen tegen collega-arts Jeff Hoeybergs, die op Twitter zei: hoe sneller het slecht voor hem afloopt, met Van Ranst dus, hoe beter voor de wereld. Ik praat met hem over deze zaak, maar vooral over de gewonnen zaak tegen de Belgische staat. De Belgische overheid moet binnen 30 dagen een einde maken aan alle coronamaatregelen in het land. Dat heeft een rechtbank in Brussel geoordeeld. De maatregelen zijn daarmee illegaal. Hoeybergs stond aan de wieg van het vonnis dat uiteindelijk door de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens werd gewonnen tegen de staat. Hoe hangt de vlag erbij bij onze zuiderburen? Hoe moeten we aankijken tegen Mark van Ranst, die openlijk geen compassie toonde voor de 21-jarige jongen die onfortuinlijk uit het raam viel, vluchtte voor de politie tijdens een lockdownfeestje en dus overleed? En hoe moeten we aankijken tegen Mark van Ranst, die tijdens een pandemie marketingtraining in 2019 uitlegde dat hij om strategische redenen aanwezig was bij een begrafenis van een griepdode en daarmee gespeelde empathie toonde? I went to the first couple of funerals. You have to be very quiet, sit in the back, but it shows that you care and I think that was at that time quite important. Ik bespreek het met de kwelgeest van Mark van Ranst, Jeff Hoeybergs. Wil jij deze uitzending in zijn geheel bekijken? Klik dan snel op de link in de description van deze video. Je komt dan op onze website terecht, waarvan we vanaf nu de volledige uitzendingen gaan hosten. Vergeet je dan vooral niet te registreren met je e-mailadres, zodat als dit kanaal onverhoopt ineens verwijderd is door YouTube, we je toch kunnen blijven updaten via mail, als we weer een pakkende uitzending voor je gemaakt hebben. Bye bye baby is de hashtag waarmee Blackbox afscheid neemt van YouTube. Want kort geleden zijn er weer verschillende video's van Blackbox door YouTube verwijderd. Zo ook een uitzending die ruim 1,6 miljoen keer bekeken was, maar uiteraard op onze website nog steeds te zien is. We zullen YouTube voor zolang ons account daar nog bestaat dus puur gebruiken als promotietool van uitzendingen die in de volle lengte te zien zijn op www.blackbox.tv. Want daar zie je onafhankelijke, ongecensureerde programma's waarin de waarheid vrijelijk mag bestaan. Zo ook dagelijks nieuws dat we op korte termijn aan je willen serveren als we ons budget rond hebben. Steun ons dus in die missie, maar steun ons ook door je te abonneren op onze website. Volg ons op Telegram, waar we onze video's ook zullen posten. En deel onze video's zoveel mogelijk vanaf onze website, zodat meer en meer mensen de weg gaan vinden naar www.blackbox.tv.